Wat vond je er trouwens van dat ze het in Groningen presenteerden? Want Vera Bergkamp, hoorde ik nog zeggen, dat is ook uniek dat dat met een... Ik zag een foto van die boerderij waar dat gebeurde. Het leek me een beperkte ruimte, eerlijk gezegd. Misschien hadden er meer mensen naartoe gewild, maar die konden er neem ik aan niet in. Nee, er waren ook mensen die volgden op afstand in een boerderijtje. Oh, op afstand in een boerderij. Ja, via zo'n schermpje. Dus ja, ik vond het wel... Dat is wel schilderachtig, maar of dat nou nuttig is, dat is vers 2. Nou, de reden was, het is in de regio waar het gebeurd is. Oh, het is in de regio. Ze hadden ze daar geen grotere zalen? Of? Ja, vast wel. Maar goed, los daarvan. Wel goed toch dat ze het dan daar doen waar de mensen ook aangaan, toch? Jawel, maar dit is allemaal in de orde van symboolpolitiek natuurlijk. Ik val me nog mee dat Rutte is niet komen fietsen. Van Den Haag, hij was er niet bij. Hij heeft een vakminister of vakstaatssecretaris, heeft hij die veldbrief, toch? Ja, nou, misschien kan hij nog eens een keer komen fietsen of zo. Maar daarvan zeggen ze ook dat is bewust, want daarmee schuift hij dus op de vakinhoudelijke mensen af en dan raakt hij. Altijd bij hem altijd hetzelfde patroon. Hij durfde nu niet te zeggen van dat hij er eigenlijk niet direct bij betrokken was, maar omdat hij evident er wel direct bij betrokken was. Maar dat is natuurlijk ook zo'n bekende Rutte-term, hè? Ja, ik was daar toen niet zo direct. Nou, enzovoort. Ja. Waarbij je denkt... Nou, je hoort toch wat analisten die zeggen... bij die verkiezingen nu wordt het toch afgerekend met de VVD. De VVD gaat dit merken. Ja, maar en waarmee? De VVD heeft bij de vorige Provinciale Staten... wat heeft de VVD? Toen hebben we de FVD gehad. Niet van de regen in de drup... maar van de regen in een soort proto-fascistoïde orkaan. Hè? Ja. Dus ik bedoel, de kiezers weten natuurlijk ook niet precies wat voor verstanders ze moeten doen in zulke situaties. Nu zul je zien dat er weer een nieuwe, want daar hebben we het ook al over gehad. Wat een armoedeverschijnsel zijn die rare electorale erupties in Nederland. Ik begrijp dat wel, dat zijn mensen ontevreden en die weten ook niet precies welke kant het op moet. En die stemmen dan op de zoveelste... Messias die door de media wordt opgeserveerd. Op een trekker deze keer. Ja, en dit nu op die trek. Vond wel dat John Deere, en daar stond weer zo'n hele rij van die trekkers. Waarom kopen ze alleen met John Deere trekkers? Dat begrijp ik niet. Die zullen heel goed zijn, ja, denk ik. Ja, kennelijk. Man. Het was een reclame van hier tot Gunther. Of hij is de enige die het maakt. Nee hoor, je hebt toch ook andere bedrijven die grote trekkers bouwen. Bij John Deere is kennelijk, ja, ik weet niet. Misschien krijgen ze in Nederland speciale kortingen. Omdat ze natuurlijk altijd in het nieuws zijn met die trekkers. Je ziet dat de trekker natuurlijk een demonstratie-instrument die eerste klas geworden is. Ja. Ik heb al eerder gezegd, ik werk er nog aan. Ik ga een trekkerbedrijf beginnen. Trekkervuurbedrijf. Gaan we niet mee ploegen, dan gaan we alleen mee demonstreren.